Het jaar begon met hoog water, overlast van zandwinning en de afschaffing van de laatste coronamaatregelen. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ik heb het enorm gemist. De oorlog in Oekraïne zorgt voor veel liefdadigheid. We halen nog even een boosterprik. En Stadspartij Nijmegen scoort flink tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De maatregelen zijn weg, maar de protesten tegen het coronabeleid gaan door. Net als burgemeester Bruls. Hij is 10 jaar in functie en gaat nog even door. We vieren Koningsdag en Bevrijdingsdag, staan stil bij oorlog en dansen weer volop op Empor. Er komen overal opvanglocaties voor vluchtelingen. In Beuningse chalets, op een Druten's cruise ship, op een Overbetus bedrijventerrein, in een Nijmeegse manege, in een Wiegers gemeentehuis en nog veel meer locaties. In het Goffertpark treden de Red Hot Chili Peppers op en Rammstein doet dat zelfs 2 keer. De vierdaagse duurde 3 dagen, de boeren kwamen naar Nijmegen en ook de Eurogames vonden hier plaats. Er werd volop herdacht, de Waalcrossing, de polenherdenking, de Britse militairen, maar er werd ook gevierd. 25 jaar Bliksem en 750 jaar Stevenskerk. Op plein 44 wordt een jonge man doodgestoken. Het leidde tot een gebiedsverbod en wellicht tot preventief fouilleren. De koning bezoekt het Radboud UMC, demonstranten joelen hem uit. Nijmegen introduceert deelscooters en krijgt daar al snel spijt van. Het pand van Extase wordt bezet door krakers, er volgden meerdere OV-stakingen, er ontsnapt weer een TBS'er en de energiecentrale werd definitief neergehaald. Studenten krijgen energietoeslag. Albert Heijn vraagt hulp aan pensionado's. Wiegen krijgt een nieuwe burgemeester en Elst een railterminal. Of toch niet? Die railterminal gaat er niet komen. Nijmegen krijgt een wolkenkrabber, een brommerverbod en een vuurwerkverbod. Mensen kopen dat om het af te steken. En die gaan heus niet met oud en nieuw buiten de grenzen om daar het vuurwerk af te steken. Maar of je nu zelf gaat brommen of knallen, wij wensen je het allerbeste voor 2023.